de WK-loting. We weten nog steeds niet exact. Ik weet niets meer. Daar zijn we weer met een splinternieuwe Darts Inside in het hartje van het stadje Delft. Café de Vlauw, legendarisch dartcafé. Ja, hier speel ik. Dat maakt het al legendarisch natuurlijk. De Masterkamer met vandaag speciaal een eigen microfoon. Hoe is dat dan? Nou, dat voel ik me niet zo onwennig meer inderdaad. Terugblikken op de World Series Finals. Vooruitblikken op de Grand Slam of Darts. Kijkersvragen, nieuwtjes en nog een leuke uitsmijter. Dat is wat we vandaag gaan doen. Zeker weten. Die World Series Finals, die eindigt een beetje in mineur, hè? Nou, het ligt eraan hoe je het bekijkt. James Wade, die vond het fantastisch. Dus wat dat betreft, het was een fantastische finale, vond ik. Ja, superspannend. Kon echt beide kanten. Wade, 3 matchdarts, hè? Ja, Smith. Nee, 5. 5. Wade had er eerst 3. Ja, oké. Okay. En toen nog 5. Smith. Ja. Ik vond het zo mooi, maar ik vond het ook zo raar. Normaal worden dan toch dat er een verschil van 2 moet zijn of dat er iets gebeurt. Ja, nee, maar dat is productiedoos klaar. Het moet ook een keer klaar zijn, weet je, kans kun je tot in de eeuwigheid doorgaan. Het WK, oké, dat is anders, maar daar moet een keer een einde aan komen. Ja. Ik had het wel Smith gegund, moet ik eerlijk zeggen. Maar terechte winnaar. Hij speelde fantastisch. Ja, er is niks op af te dingen. Nee, het is Wade zoals hij in zijn beste jaren was. Toen hij de World Matchplay, World Grand Prix, dat soort toernooien won, dan won hij altijd zonder eigenlijk altijd de echte topfavoriet uit te schakelen. Nee, maar ook, hij schakelde nooit Taylor uit. Nee, nu ook, Van Gerwen werd vlak voor hem uit. Eerst werd Cross voor hem uitgeschakeld, daarna werd Van Gerwen voor hem uitgeschakeld. Ja, hij verliest dan niet als hij in topvorm is. Nee, ook niet van Raymond van Barneveld. Nee. En die was, zoals we van hem gewend zijn, weer ernstig teleurgesteld. In zichzelf, denk ik. Dat denk ik En er werd natuurlijk gespeculeerd, ook bij ons in de uitzending, over onzekerheid en dat soort dingen. Maar weet je nog dat ik met hem meegereden ben naar Ahoy vorig jaar? In die limo. In die limo. En toen zei hij eigenlijk, het enige is, waar ik over twijfel, is ik wil het gevoel hebben dat ik nog meedoe. Dat ik erbij hoor en dat ik nog mee kan. En ik denk dat dan weer parten speelt. Plus, en dat is namelijk het gekke, als jij de halve finale haalt van de World Series Finals, dan doe je dus gewoon met de grote jongens nog mee. Nou ja, buiten dat hij verslaat Van Gerwen. Terwijl Van Gerwen, en dan moet je niet vergeten, Van Gerwen speelt gewoon goed die wedstrijd. Zo. 103 gemiddeld ruim. Eigenlijk verliest Van Gerwen bijna nooit als hij boven de 103 gemiddeld gooit. Nee. Hij verliest die wedstrijd van James Wade heel ruim. Maar ik denk dat hij hem heel ruim verliest, omdat Wade in het begin van die partij fantastisch was. Ja. Echt heel goed. En die neemt dan zo'n grote voorsprong. Ja, en dan weet Van Barneveld, dat ga ik niet meer terughalen. Nee. Niet tegen James Wade. Ja, die uitslag had wat kleiner mogen zijn, moet ik heel eerlijk zeggen. Nu overheerst bij hem toch weer het negatieve, omdat hij die laatste wedstrijd verliest. In mijn optiek heeft dat dus met onzekerheid niet heel veel te maken. Nee, dat denk ik ook niet. En dat werd gezegd inderdaad natuurlijk in de uitzending. Ja, precies. Nou, hij is... Kijk, Arjan die zei het ook al, die had er ook nog wel wat over te zeggen. Arjan had voor een groot gedeelte wel gelijk in de dingen die hij zei. Ja. Maar uiteindelijk moet Van Barneveld zelf natuurlijk ook gewoon de positieve dingen eruit weten te halen. Hij hoeft dit jaar nog maar 2 toernooien te spelen. Grand Slam en het WK. Ja. Allemaal toernooien waar je maar 1 wedstrijd op een dag speelt. Ja. Lijkt mij voor hem ideaal. Ideaal inderdaad. Ja. Dus er is nog echt wel wat te halen. Dat denk ik ook. Laten we het Zullen we de discussie sluiten? Ja, is goed. En voor naar de Grand Slam. James Wade feliciteren natuurlijk, want die hebben wel echt fantastisch gespeeld. Oké, hij komt aan het eind van de show nog een keertje terug. Onze vriend Wade. Precies. Mag ik al verklappen. Grand Slam, het kwalificeren. Ja, leg dat even op. Het is ongelooflijk ingewikkeld. Ik ga het ook niet helemaal uitleggen, maar even de bullet points die je ervoor nodig hebt. Grand Slam of Darts, aankomende week. 32 spelers doen mee. 8 spelers van de BDO. Dat zijn een aantal toernooiwinnaars en de bovenste spelers van de wereldranglijst van hun. Dan doen daar de finalisten van alle PDC-toernooien van het laatste jaar aan mee. Ja. Dus heb je de finale van een televisietoernooi gehaald, dan speel je mee. Okay. Nou, dan blijven er nog wel plekken over, want dat zijn 16 plekken die er daarvoor beschikbaar zijn. En als die plekken over zijn, dan gaan ze naar mensen toe die andere toernooien hebben gewonnen. Eurotour toernooien, Players Championships, dat soort dingen. Ik ga niet uitleggen hoe die volgorde precies zit, maar dat is het in ieder geval. En dan zijn er vandaag nog, vanavond, kwalificatietoernooien. Daar komen ook nog 8 namen uit. Ja, dat is dus nog niet bekend, want we willen altijd de maandag online. Nou, en de loting, want dat vertel ik er dan nog even bij, wordt gespeeld in groepsverband. De loting is altijd in pot 1. Het is net als de Champions League loting, zeg maar, van het voetbal. In pot 1 zitten de top 8 van de PDC. In pot 4 zitten de 8 BDO'ers. En in pot 2 en 3 worden de rest verdeeld. Zeker al Van Gerwen, Van Barneveld en Wesley Harms. En Wesley Harms inderdaad, die namens de BDO staat daar in de top 8. Richard Veenstra. Hij is zo jammer, want hij zat erbij. Ja.
maar die verliest omdat Adam Smit Neil de Winmaar World Masters wint. Mm. Vanuit het niets. Maar goed, super zo jammer. Is het. 10 tot en met 18 november, elke avond live op RTL 7 en de middagsessies vanzelfsprekend zoals altijd op onze streams. Dan naar de nieuwtjes, Sjaak. Het bovenste nieuwtje wat hier staat, vind ik echt geweldig. Vertel. Ja, ik heb het gisteren en eergisteren in de uitzending ook al een paar keer verteld, maar ik vind het zo leuk. Ik denk, dat moet superleuk. Er ook gewoon. Geert Nentjes, man. Die plaatst zich gewoon voor het WK. 20 jaar, welkom bij de club, man. Precies. Developer Tour gespeeld, dat is eigenlijk de jeugdtour van de PDC. Ja. En daar zit hij bij de beste 2 die niet al geplaatst waren voor het WK. Dus mag hij gewoon het WK spelen. En ook voor de aankomende 2 jaar een tourkaart. Zo hoog is die geëindigd. Dus dat is echt goed nieuws voor hem. Het WK, dat haalde jij nu al aan, heeft natuurlijk 13 Nederlanders daarmee. Ja, precies. Dus ik vind het altijd leuk, dus we gaan ze gewoon eventjes opnoemen. Ja, we hebben natuurlijk Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Jelle Klaassen, Jermaine wat hij meenam. Dat zijn de mannen die we dit jaar ook heel veel gezien hebben. Ping. Benito van der Pas. Ping. Doet toch mee. Slecht jaar, maar doet nog net mee. Vincent van der Voort. Ping. Danny Loppert. Ja! Ja, die vindt hij ook leuk. Ja, Jeffrey de Zwaan is er natuurlijk ook bij. Jan Dekker is erbij. Jantje Dekker. Meulenkamp de Bon is er ook bij. Jeffrey de Graaf. Ja. En dan de laatste twee natuurlijk, de qualifier Jordi Meeuwissen. Ja. En Geert Nentjes dus. Wie moeten we nou tijdens het WK vragen om te komen analyseren, zeg? Ja, daar blijft niet veel meer over inderdaad. Nee, dat klopt. Ja, dat, gelukkig hebben we de andere mensen. Daar kan Roland wel heel erg tevreden over zijn. Hè? Nou, laten we die niet alle daar. Nee, laten we dat ook niet doen. Nou ja, als er één aan het spelen is, dan hoef je daarna pas weer 10 dagen later of zo voor die volgende wedstrijd te spelen. Dus we krijgen zeker wel wat spelers in de zaal. Collega Martijn was natuurlijk not amused toen we het vorige week over Menzies hadden. En meteen, hè? Ja, meteen. Direct in de lijnen. Precies. Dus hij kijkt in ieder geval wel naar dit filmpje. Klasse collega. Maar Cameron Menzies. Ik had gezegd, nou, we hadden het vorige week over de Pro Tour en over de mensen die zich kwalificeerden via die weg. Die is afgelopen namelijk. Dus die Order of Merit is gedaan. En toen zei ik, Cameron Menzies zit er niet bij. Nee, niet via die Order of Merit inderdaad. Maar Cameron Menzies staat op dit moment 2e op de Challenge Tour Order of Merit. En de nummer 1 van die ranking plaatst zich ook. Daar is nog 1 weekend van te spelen. Ja. En de nummer 1 op die ranking is al geplaatst. Dus hij staat wel in de startblokken. Martijn, misschien haalt hij het dan toch nog. Ja, goed nieuws voor de dartsliefhebbers. De BDO-toernooien, een aantal daarvan, gaan worden uitgezonden door de collega's van Eurosport. Over Lakeside gesproken, daar zitten ook weer een paar Nederlanders bij. 6 Nederlandse heren precies. En 2 Nederlandse dames. We noemen Wesley Harms, Willem Mandigers, Richard Veenstra, Chris Landman, Dirk Telnekes, ja. Wouter Vaas. En dan Aileen de Graaf en Sharon Prins qua dames. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook goed nieuws. Ja, en voor hun goed nieuws dat het ook uitgezonden wordt. Kijk, komt er weer wat geld in het draadje. Ja, precies. Niet, weliswaar niet op open televisie. Het is niet gratis. Nee. Nou, het is wel gratis voor de dames. Ik weet het niet. Ja, voor ons volgens wel. Volgens mij zit Eurosport O1 zit wel overal in het basispakket. Ja, precies. Dus daar kun je het gewoon op zien. Dat is hartstikke leuk nieuws voor de liefhebbers. Ja, en alleen Lakeside, maar 3 toernooien per jaar voor de aankomende 3 jaar. Dus dat is voor hun goed nieuws. Een mooie deal. En voor de dartsliefhebbers lekker weer een breder aanbod. En nu we het toch over. Weet je nog wat we het vorige keer over hadden? Dat Wes Newton net Lakeside niet gehaald had. Omdat de Winmaal werd gewonnen weer door die Adams met Neil. Hij mag toch meedoen. Wow. De Aziatische qualifier heeft niet plaatsgevonden voor Lakeside. Huh? Die hebben ze niet georganiseerd op de een of andere manier. Het blijft een beetje een... We gaan er verder niet zo heel veel over zeggen. Maar er is dus een plekje vrijgekomen. En wie krijgt hem? Ja hoor, dus Wes Newton. Niet alleen Wes Newton, maar Andy Hamilton zit er ook bij. Hè? Dus dat zijn wel bekende gezichten. Oké, dan zijn wij toe aan de kijkersvragen. Of hebben we dat laatste nieuwtje nog? Ja, dan moeten we nog wel even noemen, hè, Egmond. Ja, dat moeten we zeker even noemen, want we gaan kaartjes weggeven. Volgende week geven we 2 kaartjes weg voor de vrijdag. Voor de beste kijkersvragen. Okay. En die kijkersvragen moeten dan wel gaan natuurlijk over of de Final Darts Masters of een van de spelers die daar spelen. Okay. Krijgen we misschien eens wat andere vragen ook van jullie. Heb je het gehoord? Er moet dus daarover gaan. Ja, precies. Anders stellen ze niet. Nee. Je mag ze ook stellen onder ons YouTube filmpje van Darts Inside, maar je kunt natuurlijk ook de sociale media gebruiken. We zitten op Twitter, we zitten op Facebook, we zitten op Insta en we hebben een eigen site, dat weet je allemaal. Dus je weet ons wel te vinden met je vraag voor die kaartjes. En dat is een heel leuk toernooi om bij te zijn in Hotel Zuiderduin. Dan een klein aantal kijkersvragen, want we worden natuurlijk weer te lang. Zoals waarom altijd. Zie je nooit callers van de BDO op de Grand Slam? Ja, de vraag is goed, maar het antwoord is ook eenvoudig. Het is een door de PDC georganiseerd toernooi, dus zij zetten hun eigen callers daar aan het werk. Het is een beetje raar als je callers in dienst hebt en die thuis laten en dan nieuwe gaat inhuren. Ja. Dus dat doen ze niet. Ook via Facebook, Jaap Twicht, hebben darters bij de PDC naast hun prijzengeld nog een basissalaris? De meeste uit de top 32 niet meer tegenwoordig. Is niet meer nodig. Is niet meer nodig.
nodig en dat verdiende genoeg. Ik zat toevallig gisteren even te kijken, maar zelfs de nummer 40 op de wereldranglijst verdient al meer dan 100.000 pond in 2 jaar dan weliswaar. Maar ja, dat is toch een behoorlijk bedrag. En de meeste hebben wel een sponsor die de reiskosten en de verblijfskosten betaalt. Dus ja, lijkt mij voldoende. Oké, en dan de laatste van Ed Sparreboom, ook via Facebook. Iedereen heeft altijd volgens de kledingvoorschriften een donkere broek aan, behalve Peter Wright. Waarom hij niet? Nou, het hoeft tegenwoordig niet meer. Je hoeft geen donkere broek aan te doen, alleen de meesten doen het. Okay. Omdat de meeste nette broeken zijn het makkelijkst verkrijgbaar in een donkere kleur, zou ik maar zeggen. Ja. Maar het hoeft niet, ja, en hij doet het niet. De regels min of meer veranderd voor hem een klein beetje. Anders past het niet bij zijn outfit. Ah, oké. Okay. Dat zeg je er wel. Dus de vraag is wel goed. De vraag is absoluut goed. Wat leuk. Ja. Trouwens, jij zegt laatste vraag, maar ik zeg één laatste vraag. Want, Nee, Jeroen van der Weijen, die wil het zeker weten. Die vraagt, Koert, hoe gaat het met je voorbereiding? Want je moet nog tegen Sjaak spelen. Ja, dat klopt. En die voorbereiding, dat gaat met haperen, zeg maar. Af en toe ben ik wel aan het trainen. Maar ja, er zijn ook zoveel andere dingen waar ik mee bezig ben. Hij zegt af en toe trainen. Hè? Als ik commentaar aan het geven ben, dan kijk ik af en toe beneden in de studio. Hij staat de hele tijd te darten. Ik word dadelijk nog... Ik wist niet dat jij dat kon zien. Ja, ik hou het wel in de gaten, inderdaad. Ik wil me juist onderduiken. Wat was de beste vraag voor het shirtje? Oh ja, dat was van Ed Sparreboom. Ed Sparreboom. Over die broeken. Okay. Want iedereen denkt dat toch nog steeds. Ja. Nou, onze redactie gaat contact met je opnemen. Oké, we gaan er een punt achter zetten hier in Café De Vlauw. En dat is een naam die is niet verzonnen door de eigenaar, omdat hij de R niet kon zeggen. Nee, het heet echt De Vlauw, omdat het steegje waar hij in Delft is aan... Heet De Vlauw. Heet De Vlauw. Dus ja, dan heet de kroeg ook. Als je wilt darten, je bent in de buurt van Delft, dan weet je wat je hier moet zijn. Hè? Ja. De WK-loting, we weten nog steeds niet exact... Ik weet iets meer. Ja, ik denk, ik zet het er niet in, want dan weet jij het ook. We weten iets meer. Het wordt 26 november. Jo. In de namiddag. Lekker rond zeg. De klok van 4 uur, 5 uur. Ik ben benieuwd. De loting van het WK... Live op Facebook in ieder geval. Geweldig. We gaan kijken of we het in onze agenda kunnen krijgen. Hè? Ja. Je weet het, iedere maandag. Geef ons een like. Word ook abonnee van ons YouTube kanaal. Want we zitten die gekkies van GP zitten nog steeds achter ons aan. Die willen we voorblijven. En we sluiten af met een foto. We hebben het al een beetje verraden. Geen video deze keer, maar een foto. De man in vorm, die is in vorm sinds dat zijn zoontje er is. Tot de volgende. Tot volgende week.